De politie en de familie willen alle mensen bedanken die afgelopen weekenden meegeholpen hebben met de zoektocht naar het vermiste jongetje Zino. Na oproepen van de politie, onder meer via de social media als Twitter, zijn zondag tientallen mensen met een spontane zoekactie naar Zino begonnen. Zino verdween gisteren op onverklaarbare wijze van het terrein van een zorginstelling in Os. Ruim 3 uur later werd hij op blote voeten en zonder zijn jas aangetroffen toen hij langs de autoweg A59 bij Malenskamp liep. De politie gaat niet uit van een misdrijf.